Die schop gebruiken we steeds minder in de land- en tuinbouw. Spierkracht is overgegaan naar technische kennis. De machines doen het werk en wij hoeven ze alleen nog maar aan te sturen en te controleren. Er zijn zelfs robotmachines waar geen bestuurder meer in zit. Deze machines werken veel preciezer en dan heb je dus minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. En door de kortere draaicirkel van de machine kan je meer land benutten.